Een goede voetballer, maar een irritant ventje. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Zomertour, waarin we op bezoek zijn bij onze Zuiderburen. Hun gouden generatie begint langzaamaan richting haar voetbalpensioen te gaan. Hoe kijken de Belgen terug op deze gouden generatie en wat verwachten zij van het Belgisch voetbal op Europees niveau? Wat vindt u van het feit dat de oude generatie geen prijs heeft weten te pakken? Goh, ik vind dat op zich niet erg. Wel een beetje ontgoochelend, eerlijk gezegd. Shit, ik denk dat Martinez veel te lang bondscoach is geweest. En de trainer, daar horen we ook klachten over. Martinez, is die te lang gebleven? Ja. Is veel te lang gebleven, ja. En dat we veel te braaf zijn geweest, want normaal hadden we in 2018 wereldkampioen moeten zijn. En ik denk dat we dat nooit meer gaan halen. Spijtig, wat ben je ervan verwacht, maar ja. U had er meer van verwacht? Ja. En van welke speler specifiek had u dan meer verwacht? In de verdediging vooral vind ik het heeft nagelaten. Dus Vertonghen, Alderweireld? Ja, de zijbaks eigenlijk, de vleugelbaks eigenlijk. Meer. Meunier onder andere. Welke speler van België van de gouden generatie is jou het meest tegengevallen? Tegenvallen? Hazard. Als je heel eerlijk bent, dan denk ik dat we moeten toegeven dat het wellicht te lang geduurd heeft eer onder andere Hazard en De Bruyne echt op het voorplan als leiders zijn getreden. Maar we hebben goede jeugd. Hè. Ja, wie staat er nu klaar dan? Ja, jonge spelers, Doku, Openda. Wie wordt de grote ster van het nieuwe België na de gouden generatie? Misschien Luis Openda. Dan denk ik Doku, ja. Wat vind je zo goed aan Doku? Zijn snelheid. Ja, ze zijn denk ik goede spelers, maar ik weet niet of dat echte spelers voor de top zijn. Wat is de echte top? De echte top zijn, laat ons zeggen, ja, als je ziet naar het verleden, de Belgen waar finaal De Bruyne, Hazard, Courtois, Compagnie zijn terechtgekomen. Ja, ik denk dat we daar in alle eerlijkheid moeten zeggen dat Doku of Openda absoluut nog niet aan de enkels komen van wat die mannen bereikt hebben. En wat kunnen we verwachten van de Belgische teams in de Champions League komend seizoen? Die zullen het niet goed doen. Waarom niet? Groepsfase eruit, denk ik. Eerst kwalificeren. Ja, deze jaar, dat gaat niet gebeuren. Volgens mij niet heel veel, maar... Niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Niks. Niks? Niks, nee. Dat is duidelijke taal. 0,0. U heeft er helemaal geen vertrouwen in? Nee, Europa League, het kan nog een beetje meevallen, maar Champions League is te hoog gegrepen. Waarom dan? Dat niveau ligt te hoog. Een aantal jaar terug heeft Club Brugge het wel heel aardig gedaan. Maar die hebben het aardig gedaan, één seizoentje, op Champions League niveau. Maar dan ging het op competitieniveau ging het, dan zwakte dat weer af. Dus de balans was helemaal een beetje weg. Een Belgisch team kan zich niet focussen op twee competities tegelijkertijd. Dat is te veel, denk ik. Ja. Maar je hebt er eerlijk gezegd niet zoveel hoop op dat we überhaupt een Belgische ploeg in de Champions League gaan zien. Ik denk deze komende jaren voor Belgische competitie. Het zal moeilijk zijn. Het zal wel moeilijk worden. Hè? Ook het geld, de spelers. Onze competitie is klein, dus ja. Nee, wij lopen achter tegenover andere landen. Dus, Wisselvalligheid is nu niet bepaald een kwaliteit van de echte topploegen. Dus ik vrees eerlijk gezegd wat Champions League betreft dat we daar heel eerlijk moeten in zijn. We hebben daar niet veel te zoeken. Het tweede van dat Noah Lang weg is? Nou, dat was goed, hè. Dat bracht veel diepgang. Fucked, bro. Dat is al van een stand-up support. Fucked up. Of Noah Lang, Goat, Jovi. Een goede voetballer, maar een irritant ventje. Goeie voetballer, maar een beetje te dikke nek. Groot ego. Ja, ik vind een groot ego, maar hij is wel heel goed. Vind ik wel, maar hij heeft een groot ego wel. Ik denk dat hij beter is dan dat hij zelf is. Hij heeft jullie competitie heet gemaakt. Ja, dat klopt. Vindt u het een verlies voor de Belgische competitie of bent u wel blij dat hij weg is? Ja, het is wel een verlies. Ik krijg een beetje het gevoel dat alleen de fans van Club Brugge hier in België fan van hem waren en dat de rest een beetje moeite met hem had. Dat was misschien ook een beetje zijn arrogantie of, allez, ja, een Hollandse speler is natuurlijk... Dat is ook wel mooi juist, toch? Als dat voor je clubje speelt. Tuurlijk. Noah Lang was zijn eigen persoon, hè. Zijn eigen persoonlijkheid en ja, je moet ervoor zijn of niet. Ik ben zelf voor Club Brugge supporter, ik vind hem echt een fantastische speler. Maar het is wel een speler dat je alleen maar tof vindt als je voor die club zelf bent. Omdat hij gewoon zo goed is en een groot ego heeft ook wel. Vind je dat niet lekker? Stel, hij zou bij jouw clubje spelen. Die arrogantie die het uitstraalt, dat heeft toch ook wel iets? Ja, dat is wel... Allee, iedereen heeft zijn stijl, hè. Maar, ja. Dat is niet de Belgische stijl? Nee, sowieso niet.
Wil jij nou niks missen van de zomertour? Klik dan even hier. Wil je alvast meer zien? Klik dan even hier. En heb je suggesties voor spelers die wij moeten opzoeken in het buitenland? Reageer dan even hier.